Welkom bij de voorleesbibliotheek van de schoolschrijver en de jeugdbibliotheek. Hier kun je iedere dag luisteren naar een nieuwe aflevering van de verhalenserie Huisarrest. Een spannend verhaal geschreven en voorgelezen door echte schoolschrijvers. Schoolschrijvers zijn kinderboekenschrijvers die, zoals je al verwacht, heel goed verhalen kunnen schrijven. Ergens in een dorp in Nederland woont een groepje kinderen allemaal aan hetzelfde plein. Er heerst een virus buiten en daarom mogen ze niet naar school. Ze moeten binnen blijven. Ze mogen niet buiten spelen of naar elkaar toe. Op dat kleine plein kunnen ze elkaar wel zien vanuit huis. En als ze het raam open doen, kunnen ze elkaar horen. Daarom vertellen ze elkaar verhalen. Gewoon door het open raam. 10 kinderen, 10 dagen, 10 verhalen. Ga maar lekker zitten of liggen en luister naar het eerste deel van de verhalenserie Huisarrest. Deel 1. De dakloze die de lotto won. Geschreven door Maren Stoffels. Hey allemaal, ik ben Maren Stoffels. Ik ben schoolschrijver en ik zou zeggen, ga daar lekker voor zitten. De dakloze die de lotto won. Wanneer mogen we weer naar buiten? Mama zucht. Binnenkort. Dat zegt ze al een paar dagen, maar er verandert helemaal niets. Het enige dat er veranderd is, is dat we nu helemaal niet meer naar buiten mogen. Wat is het probleem? Robin kijkt me van boven zijn pannenkoek aan. De damp stijgt richting het plafond. Dan blijven we toch binnen? Mijn broertje vindt deze quarantaine helemaal niet erg. Hij zit altijd vol ideeën. Ik heb geen idee wat hij allemaal uitspookt op zijn kamer, maar soms klinken er harde bonzen door de muren van mijn kamer heen. Maar ik wil zo graag met Rashida een ijsje gaan halen, zeg ik. Zodra ik het zeg, besef ik dat het sowieso niet meer kan. De vrouw van de ijswinkel, van wie niemand de echte naam weet, ligt ziek op bed. Ze noemt zichzelf altijd mevrouw Citroen, maar zo heet ze natuurlijk niet. Gek eigenlijk dat ze zichzelf zo noemt, want ze kijkt nooit zuur. Nog eventjes geduld, lieverd. Papa neemt zijn tweede pannenkoek van de stapel. Binnenkort weer. Binnenkort. Ik haat dat woord. Binnenkort weer. Mijn stem schalt over het plein. Rashida woont helemaal aan de overkant, maar ik kan haar nu zelfs horen zuchten. Het is doodstil op straat. Het lijkt wel een spookstad. Bij de ijswinkel zijn de lichten uit. De grote ijshoren, die normaal voor de deur staat, is nergens te bekennen. Mevrouw Citroen woont in het huis erboven. Haar ramen staan allebei op een kiertje. Zou ze ons kunnen horen vanuit haar bed? Ik verveel me. Rashida leunt met haar elleboog op de vensterbank. Ik ook. Een stem van verderop doet ons allebei opkijken. Fa zit in de vensterbank van zijn kamer. Achter hem zie ik de voetbalposters die ik zo goed ken. Vanuit mijn raam kan ik precies Fa's kamer inkijken, wat ik elke dag na schooltijd doe. Dan zie ik hem huiswerk maken of hooghouden. Soms mist hij de bal en gaat er een lamp om. Weten jullie iets om te doen? Vraagt Vaas. Ik heb al een burcht gebouwd van wc-rollen. Ik schiet in de lach. En ik heb elk recept van het kookboek uitgeprobeerd, klinkt het van de linkerkant. Een meisje dat ik nog nooit eerder heb gezien hangt ook uit haar raam. Wij zijn hier net komen wonen, voegt ze eraan toe. Lekkere timing. Ik ken niemand en het is niet bepaald een gezellige boel zo. Normaal is het hier niet zo doods, zeg ik. En ik schrik van mijn eigen woordkeuze. Ik bedoel, mijn blik flitst even naar de ijssalon en het huis erboven. Mevrouw Citroen maakt het beste ijs van de wereld. Als ze beter is, kan je het proeven. Normaal is het hier heel leuk om te wonen, hoor. Zeker, maar nu word ik gek van het binnenzitten. Vaas kijkt naar mij. Heb je nou een idee of niet? Verhalen vertellen. De stem komt van zo dichtbij dat ik van schrik bijna uit het raam val. Als ik opkijk, zie ik Robin uit zijn eigen raam hangen. Verhalen, echoot Rashida. Waarover dan? Waarover je maar wilt. Robins ogen glunderen, zoals elke keer als hij een plan heeft. En jij mag beginnen. Ik? Ik kijk even naar Vaas en voel mijn wangen kleuren. Er gaat verderop nog een raam open. Steeds meer kinderen komen luisteren. Er ontstaat langzaamaan een heel publiek. Ik twijfel. Maar, doe nou zus, Robin steekt zijn armen in de lucht. Vertellen, vertellen, vertellen.
Voor ik het weet wordt zijn kreet overgenomen door het nieuwe meisje, gevolgd door Rashida en dan begint zelfs Faas mee te doen. Er haken steeds meer kinderen aan. Ze klinken als een heel stadion. Elke... Het lijkt wel of het hele plein trilt. Ik kijk naar beneden. Waar moet ik nou over vertellen? Ik maak niets meer mee sinds we hier binnen zitten. Elke dag is even saai, even lang en even vervelend. Ik kijk naar de bankjes waar ik bijna elke dag met Rashida op zit. Vaak met een ijsje. Zodra de ijssalon van mevrouw Citroen opengaat, staan we daar in de rij. 3 bolletjes, want 2 is zo weinig. Aardbei en 2 keer chocola. Dan kijk ik naar de fontein, waar altijd een dakloze man op de rand zit. Hij heeft 1 plastic tas bij zich en zit altijd onderuitgezakt met zijn ogen gesloten. Om zijn mond ligt een glimlach, alsof hij een grap heeft bedacht die hij nog met niemand heeft gedeeld. Wacht eens. Vertellen, 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 klinkt het. Ik steek mijn hand op zoals ik de juf altijd zie doen. Het werkt. Langzaam wordt het stil op het plein. Dit verhaal gaat over Frederik, zeg ik. Frederik, echoot Robin. Wil je nou een verhaal of niet? Snauw ik tegen mijn broertje. Frederik leeft al zijn hele leven op straat. De dakloze van het plein. Robin wijst op de fontein, maar dan laat hij zijn vinger langzaam weer zakken. Hij is weg, roept Rashida. Waar moet die man nou in quarantaine zitten? Hij heeft helemaal geen huis. Dat heeft hij wel. Hij heeft een villa, zeg ik. Een villa in Spanje. Hé, hoe komt hij daaraan? Robin kijkt me zo verbijsterd aan dat ik in de lach schiet. Frederik heeft een maand geleden een muntje gevonden in de fontein, zeg ik. Een muntje van 1 euro, om precies te zijn. Dat had ik erin gegooid omdat ik een wens wilde doen. Hij heeft het eruit gevist en ging naar de supermarkt, waar hij een lot kocht van precies 1 euro. Daarna is hij teruggegaan naar de fontein en wachtte 7 dagen. Waarom 7 dagen? Vraagt Faas. Omdat 7 een geluksgetal is. En hij wilde 7 dagen lang fantaseren wat hij met de hoofdprijs zou doen als hij zou winnen. Misschien kon hij een verre reis maken of een eigen huis kopen. Of hij kon alle kaasbroodjes kopen die er te krijgen zijn, gewoon omdat hij dat normaal nooit kan betalen. In ieder geval, op de 7e dag kraste hij zijn lot open en... Ik laat een kleine stilte vallen. Wat denken jullie? Niets, gokt Rashida. 100.000 euro, klinkt het vanuit het raam naast me. 5 miljoen. 5 miljoen? Robin's stem schiet de hoogte in. En toen? Hij heeft eerst alle kaasbroodjes gekocht die hij kon kopen. Maar toen hij die op had, was er nog zoveel geld over dat hij alle reisbureaus afging om een mooie reis naar Spanje te boeken. Maar toen was er nog zoveel over dat hij naar de supermarkt ging om al het wc-papier op te kopen, grapt Faas. Ik glimlach. 3000 nieuwe loten te kopen voor alle daklozen in de stad. En daarna is hij naar Spanje gevlogen. Business class. Dat begrijpen jullie natuurlijk. Hij bestelde een 5-sterren diner en liet zijn voeten masseren door een stewardess. Dat klinkt goed. Faas bungelt met zijn voeten uit het raam. En toen? In Spanje heeft hij een villa gekocht aan het strand. En toen was zijn geld nog altijd niet op. Hij kocht ijsjes, at nog meer kaasbroodjes, kocht allemaal nieuwe kleding voor zichzelf en gaf een fortuin weg aan een goed doel. Hij nam zelfs een straathond mee naar huis, die hij Faas noemde. Er wordt gelachen, ook door Faas zelf. Dus hij verveelt zich niet in quarantaine. Hij heeft een tuin die 20 keer zo groot is als een voetbalveld. Daar rijdt hij elke ochtend rond in zijn eigen golfkarretje, met Faas blaffend achter zich aan. In de middag zwemt hij in zijn privézwembad en in de avond bakt hij pizza's in de steenoven op het dakterras. Tussendoor leert hij Faas nieuwe kunstjes zoals een poot geven, omrollen of de krant bezorgen. Dus nee, Frederik verveelt zich absoluut niet. Hij zit elke dag met zijn ogen dicht in de tuin, met de kop van Faas op zijn schoot. Hij is dolblij met zijn nieuwe huis, zijn golfkarretje en het zwembad. Maar Faas? Faas is het beste dat hem kon overkomen. Hij is namelijk niet meer alleen. We kijken even naar elkaar. We zijn misschien niet meer samen, maar voor het eerst sinds de quarantaine voelen de anderen minder ver weg. Alsof we bij elkaar op het plein zitten in plaats van eromheen. Kom mevrouw Citroen dit verhaal maar horen, zegt Rashida. Dan voelen ze zich vast minder ziek. We vallen allemaal stil. Ik denk aan mevrouw Citroen die nu helemaal alleen in haar bed ligt. Heeft ze iets gehoord van wat ik net vertelde? Of staat haar bed te ver bij het raam vandaan? Die mevrouw Citroen kan het straks lezen hoor. Hoor ik het nieuwe meisje zeggen, want ik heb alles voor haar opgeschreven.
Ze houdt een blauw schrift omhoog, waar met grote letters Verhalen uit Spookstad op staat. Wauw, zeg ik. Wat een goed idee. Ik wil later schrijfster worden. Het meisje bloost een beetje. Misschien kunnen we dit schrift aan mevrouw Citroen geven, als we weer naar buiten mogen. Ik knik. Dat lijkt me een goede. Ik wil ook naar Spanje, hoor ik Robin zeggen. En ik wil ook een vaas. Vaas grinnikt. Ik poep in huis, hoor. Iedereen schiet in de lach. Als we weer naar buiten mogen, gaan we ook een euro uit de fontein halen, beloof ik. En dan mag jij ook zo'n lot kopen. Wanneer dan? Vraagt Robin hoopvol. Hij hangt zo ver uit het raam dat hij bijna naar beneden valt. Binnenkort. Ik knipoog. En nu ben jij aan de beurt. Zo, dat was hem alweer voor vandaag. Vond je dit nou een leuk verhaal en wil je nog een verhaal lezen over een dakloze? Dan heb ik een hele goede tip voor jou, namelijk dit boek, Rasmus en de Landloper. Het is geschreven door mijn favoriete schrijfster, namelijk Astrid Lindgren. En het is een fantastisch boek, dus ik zou zeggen, ga deze ook meteen even lezen. Dit boek kun je vinden als e-book op www.jeugdbibliotheek.nl. Kom morgen weer kijken hoe het verder gaat op het pleintje met een nieuw verhaal van de verhalenserie Huisarrest. Geschreven door een nieuwe schoolschrijver. We zien je morgen. Tot dan. Doeg!